Turkse kinderen uit groep 3 tot en met 8 mochten woensdag bepalen wie het beste kan stoepranden. Tijdens de Nationale Buitenspeeldag organiseerde Samen in Beweging, samen met Jantje Beton en het jeugdactiviteitencentrum Hotspot, de Beuningse kampioenschappen stoepranden. Jantje Beton zet zich al jaren in voor de buitenspeeldag. Thema van dit jaar was Stop nooit met spelen. Ook in andere buurten in de regio werden straten afgesloten om kinderen alle ruimte te geven om op straat te spelen.